Hoi, vandaag laat ik zien hoe ik deze drag marble gemaakt heb met behulp van een dotting tool. En ik heb hier 4 kleuren rak staan. Dus als jij benieuwd bent naar hoe ik deze nail art gemaakt heb, kijk dan mee. Ik heb al een laagje van deze lak aangebracht. En dit is Unrose 111 van de Rich Color Line. Daarvan heb ik ook nog deze donkerbruine lak. 115. En deze roze lak. 106. Verder heb ik voor de afwisseling nog een andere kleur gepakt. Het is Color Club Antiquated. 3 kwastjes. En ik heb een dotting tool met een hele kleine punt. Als je deze nou niet hebt, kan je ook een satéprikker of een naald gebruiken, maar met een naald moet je oppassen dat je niet je nagels bekrast. Laat ik maar gewoon beginnen. Je werkt nagel per nagel. Dus ik draai even alle flesjes open. De reden dat ik een kwastje gebruik is zodat ik geen andere kleur nagellak in mijn flesjes krijg. Als ik namelijk deze roze kleur, als ik gewoon zo mijn kwastje zou afstrijken en streepjes op mijn nagel zou zetten, krijg je dus een beetje van die groene kleur op je kwastje. En dat wil je niet, want dan gaat het mengen met je roze kleur en dan krijg je dus een andere kleur. En als je het maar vaak genoeg doet, wordt het een knoeibol. Dus als ik nou gewoon met een schoon kwastje langs het kwastje veeg, zeg maar gewoon het kwastje eruit haal en een schoon kwastje, heb je dat helemaal niet. Ik breng eerst een tweede laagje van de lichtgroene lak aan. Ik met een kwastje. En het ook met roze lak. En dan ga je met de dotting tool rondjes draaien. En het mooie is, het hoeft helemaal niet netjes te zijn. Als je iets minder lak op doet, krijg je meer zo'n soort effect. En meer lak, krijg je meer dit effect. Dus het is echt een kwestie van uitproberen. En kijken wat leuk bij elkaar staat qua kleur. En gewoon oefenen. Dit is dus een beetje het resultaat. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En hopelijk tot de volgende video. Doeg!